Op 26 september 2015 was het Burendag. Het jaarlijkse terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt op initiatief van het Oranje Fonds. Van het maken van kunstwerken tot de plaatsing van houten banken en van buurtmoestuintjes tot het organiseren van straatspeeldagen of een buurtbarbecue. Burendag bevordert contacten en legt verbinding tussen groepen mensen in wijken en buurten. Ook in Tiel en de dorpen waren er verschillende activiteiten. We gingen langs bij een groot aantal projecten. We starten bij Walstede in de binnenstad van Tiel. Tussen 8 uur en 10 uur 's morgens konden bewoners van het zorgcentrum en buurtbewoners aanschuiven aan het ontbijt. Ook hier was het doel dat bewoners van het zorgcentrum en de buurt elkaar beter leerden kennen. We vinden het een vreselijk leuk initiatief omdat bewoners toch in een apart huis wonen om die met de buurt in contact te brengen. En juist die interactie van binnen en buiten een zorginstelling vind ik gewoon heel erg belangrijk. Dat je ook de buitenwereld naar binnen haalt. Ik woon hier aan de overkant en ik kreeg die uitnodiging. Dus ik dacht, nou dat vind ik gezellig, daar ga ik even kijken. En ik vind het zelfs bijzonder gezellig. Heeft u al nieuwe mensen leren kennen? Nou, nee. Ik heb een oude bekende weer gezien. En dat is nog veel leuker. Want ik heb die meneer nou in je 60 jaar gezien. En ik zag het eerst niet wie die was. En toen deed hij de bril af. Ik zei, oh, u bent meneer Koeman. Nou, ik had hier gehoord van het initiatief hier in Walstede voor mensen uit de buurt mee te laten eten met de bewoners hier. Ja, ik vond het een prachtig initiatief. Dus wat mij betreft was het een heel niet zo'n moeilijke keuze vanochtend. Moest er vroeg voorop, maar toch. Tja, maar toch. In Waddenooijen werden bomen geplant in een perkje op de hoek Kasteelweg en Hoefweg. Doordat het Oranje Fonds de financiering van de nieuwe bomen heeft mogelijk gemaakt, kon het project worden gerealiseerd. Hier stonden hele grote platanen en die namen zoveel licht weg en zon dat we gevraagd hebben aan de gemeente of we ze weg mochten halen. Nou, dat mocht als de andere boompjes voor terugkwamen. Met samenwerking van Burendag. We hebben handtekeningen opgehaald en dat moest ook. En dat is gelukt en de mensen waren het er allemaal mee eens. Het initiatief biedt ook veel licht. Wat dat betreft is het Burendag is het lichtpuntje voor dit jaar in Waddenooijen, denk ik. De bomen gaven echt veel duisternis en daar zijn we nu vanaf. En dat is natuurlijk heel mooi en dat via de Burendag verder geregeld kan worden is natuurlijk nog mooier. Ook op de begraafplaats ter navolging aan de Lingendijk en Tiel was het Burendag. De poorten van de begraafplaats ter navolging waren geopend voor omwonenden en andere belangstellenden. Een bijzondere plek. En een begraafplaats heeft altijd iets engs. Mensen durven niet zo gauw naar binnen. Het is vrij inlopen van 9 tot 5. Toch is dat een barrière. En als je vertelt dat je hier bezig bent, wat eng, graven. Dit is de gelegenheid, zo'n Burendag met zonnetje, om de drempel te verlagen en het enger er proberen af te halen. En te zien wat hier gebeurt en smoelen zien van elkaar. Ook van de mensen die hier liggen, daar hebben we een tentoonstelling van. En het heeft geen hordes buren opgeleverd, maar we zijn toch heel tevreden met het aantal buren wat vandaag binnen is komen lopen. En dat is mooi. Ook een mooi project in het kader van Burendag vond plaats in Tiel West in de Haftelaan. Dit is ons jaarlijkse buurtfeest. Dit is nu voor de tweede keer dat wij het organiseren. We vragen de mensen uit de buurt om of ze hapjes klaar willen maken. En daar wordt altijd goed gehoor aan gegeven. En nou ja, er zijn mensen die schminken en henna tatoeage zetten. Er zijn springkussens, de dierenambulance is er. De brandweer is er voor de preventie advies te geven. Het doel is om elkaar te leren kennen. En zeker de verschillende culturen hier uit de wijk. Zodat we misschien ook wel wat meer begrip krijgen voor elkaar. Dit zijn juist de momenten om in een ontspannen sfeer de mensen te bereiken. Met brandweerwerk en eigenlijk op het moment dat er nog geen brand is. Mensen staan er vaak niet bij stil. Denken, nou, het gebeurt alleen bij een ander. Onze grootste klantenkring is juist de mensen die het niet verwachten en die ook dachten, het gebeurt bij mij niet, want ik ben heel voorzichtig. Wij geven juist tips en trucs die niet altijd in een boekje staan en die je niet overal hoort. Over dingetjes waar mensen niet bij stilstaan om juist te voorkomen. Maar ook de mensen aan het denken te zetten om thuis ook eens een keer kritisch door hun huis heen te lopen.
En te kijken van wat kan ik er nog extra aan doen om brand en dat soort dingen te voorkomen. De brede zorgschool onder leiding van Paul Heijnen van de kampierende wijk Rouwenhof heeft nog een oproep. Er zijn een aantal ouderen geweest die hierboven wonen. Die komen al regelmatig de school in. Woensdagochtend hebben we gezamenlijk koffie drinken. Daar maken ze goed gebruik van, dus dat is al regelmatig gebruik. Maar als je kijkt hoeveel mensen er nu zijn geweest, dan is dat eigenlijk veel te weinig. Ik denk dat ik zelf iets meer publiciteit moet zoeken hiervoor. Dat de school open staat voor de buurt. En ik denk dat de buurt zelf eraan moet wennen dat ze meer activiteiten moeten organiseren om bij elkaar te komen. En ja, daar wil ik wel bij helpen. Ik wil het niet zelf doen. Ik vind dat de buurt het zelf moet uitvoeren. Maar ik kan wel, ik heb de school, ik kan wel ruimte aanbieden. Maar men kan gewoon bellen en kijken van, we hebben een idee. Is het mogelijk om dat in het gebouw te doen? En er komt altijd antwoord. Een mooie nieuwe parel in Tiel. Dat is deze brede zorgschool. Ook Vrijthof had de deuren op Burendag wagenwijd openstaan. Er waren allerlei activiteiten. Voor mij is elke dag Burendag, ja. Alleen, ja, ik hoop dat er meer mensen vanuit de wijk hier de weg vinden. Omdat ik vind dat vooral mensen die vereenzaamd zijn, en dat hebben we gisteren ook nog op de televisie gezien, dat er best wel een hoop mensen zijn die vereenzaamd thuis zitten, die geen bezoek krijgen, mensen die geen kinderen hebben, waar niemand van komt. En die toch eigenlijk graag zien dat er iemand langskomt. Dan kunnen ze maar hun verhaal kwijt van die dag. En die proberen we zoveel mogelijk hier naartoe te krijgen. Kortom, Vrijthof is er niet alleen voor de bewoners, maar eigenlijk voor iedereen. Burendag, een initiatief van het Oranje Fonds, sluit perfect aan bij het jaarthema van de gemeente Tiel, wijk en buurt. Het geeft aan dat Tiel leeft en bruist.